Het Medisch Opvoedkundig Bureau, MOB, heeft in het kader van de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking een voorlichtingsavond georganiseerd. Deze voorlichtingsavond vond gisteren plaats in de Mantel. Het thema was gezonde voeding voor kinderen met een beperking. De directeur van MOB, Celsius Vieira, zegt dat op deze avond vooral advies is gegeven over hoe overgewicht bij kinderen met een beperking kan worden voorkomen. Vieira zegt dat er onduidelijkheid bestaat in de gemeenschap als het aankomt op de verschillende beperkingen bij kinderen. En ouders die kinderen hebben met een beperking zitten vaak met vragen. Onder andere, wat moet ik mijn kind geven? Omdat bepaalde voedingsmiddelen juist een stukje hyperactiviteit teweeg kunnen brengen bij de kinderen. Aan de andere kant, als je je kind ongezonde voeding geeft, heb je kans op overgewicht. En meestal hebben kinderen met een beperking ook weinig reguliere mogelijkheid tot recreatie en sport, waardoor de kans op overgewicht gaat toenemen. En overgewicht is een verhoogd risico voor NCD. En NCD dat heeft te maken met bloeddruk, diabetes en cholesterol. Ik denk dat er een misvatting is in de samenleving omdat beperking verschillend van aard kan zijn. Een kind met een visuele beperking bijvoorbeeld, dat is een kind dat niet kan zien, maar voor de rest al het andere kan doen. Een kind met een verstandelijke beperking, die kan ook wel lopen, maar begrijpt niet alles wat je zegt. Dus als het gaat om beweging waarbij we zeggen er is een beperkte mogelijkheid tot bewegen, dan gaat het meer om kinderen met een motorische beperking. Dat zijn kinderen die soms in een rolstoel of met een rollator of met een andere hulpmiddel zich gaan voortbewegen. Vieira deed een beroep op de ouders van kinderen met een beperking om zich aan te passen aan de kinderen. Verder benadrukte de MOB-directeur het belang van bewegen voor deze doelgroep. Het is een kind zoals elk ander. Wij moeten ons aanpassen aan het kind. En als we praten over aanpassen, dan gaat het om aanpassing in allerlei aspecten. Bijvoorbeeld in dit geval gaat het om de voeding. Pas je voeding aan datgene wat het kind kan gebruiken en dat gezond is van het kind. Zorg ook voor voldoende beweging voor je kind. En natuurlijk hou je kind niet thuis. Als je hulp nodig hebt, er zijn hulpverleningsinstanties. MOB-directeur Celsius Vieira. Hij sprak gisteren bij de lezing Gezonde voeding voor kinderen met een beperking. De lezing is gehouden in de Mantel.